BN'ers hebben het zwaar dit jaar. Heel ontspannend geitenyoga. En basisscholieren ontdekken klassieke muziek in het koerhuis. Eens oefenen. Ja, dit is toch wel mooi, hè? Het valt niet mee om een jonge ooievaar te zijn. Door de droogte van de afgelopen tijd waren de regenwormen moeilijk te vinden. En kort na de geboorte eten ooievaars insecten, maar die waren er in april ook nauwelijks. In Herwijnen heeft meer dan de helft van de jonge ooievaars het niet gered. Als deze vogel gevlogen is, gaat vrijwilliger Piet van Andel het dak op. Het is tijd om de jonge dieren te ringen. Dat had je niet gedacht, hè? Dan ben ik in één keer hier. Nee, je moet hier blijven. Kom, rustig maar, rustig maar. Zo, even in de tas. Als ze in de tas zitten, klimt Piet met gevaar voor eigen leven weer naar beneden. Goed. De jongen worden gewogen en gemeten en krijgen een ring om. Nou, daar gaat hij. Ook op andere plekken in het land hebben ooievaarsjongen het niet overleefd. Toch is dat volgens ooievaarsstichting Stork niet dramatisch. Sommige vogels brengen tot hun 30ste jongen voort. Dus de populatie heeft voldoende tijd om te herstellen. Even omdraaien. Omdraaien. Zo. In ons land leven zo'n 1000 ooievaarskoppels. Nog even en dan vliegen ook deze kleintjes de wijde wereld in. Oh, die boos worden, joh. Dat is niet nodig. Heel relaxed. Geitenyoga. De Eindhovense geiten vinden alles lekker en houden zelfs van nare geurtjes. Toch heeft yoga met geiten ook voordelen. Je wordt er heel ontspannen van. Een geit, zoals je hier ziet, ja, die heeft gewoon eigenlijk zijn dat de zenmeesters. En daar kunnen wij heel veel van leren. En de geiten, de houdingen die een geit heeft, als die eet of als die drinkt of als die luiert, dat zijn eigenlijk gewoon allemaal yoga-houdingen. Hoe is het nou als die geiten over je heen lopen? Dat was behoorlijk pijnlijk. Ja, hoezo? Ja, in mijn buik. Maar meestal stapt ze wel overheen. Maar één geit die stapt flink in mijn buik, ja. Het was heel relaxed, ook met de zon en de wind. En dan lig je daar helemaal in diepe ontspanning. En dan komen die geiten aan je tenen sabbelen bijvoorbeeld. Ik vond het echt helemaal te gek. Urenlang staan deze fans te wachten op hun held van de MotoGP, Marc Marquez. Zometeen een ontmoeting in Regionet. Super veel zin in. Ik denk dat het wel leuk wordt. Hou je van klassieke muziek? Nee, niet een beetje. Basisscholieren kregen een concert in het Koerhuis tijdens Festival Klassiek. Ja, we doen dit eigenlijk al 9 jaar. En eigenlijk is de bedoeling om de kinderen te laten zien wat je met muziek kan bereiken. En daarom hebben we de mannen van Parkossa gevraagd om een interactieve voorstelling te maken waar de kinderen ook mee kunnen doen. Shake your body like you can. Het leek hem op allemaal landen in een mix en dan een voorstelling daarvan. Ja, ik wist niet dat dit klassieke muziek was. Ik dacht met violen, met allemaal andere dingen. Geen trommels. Het leek een beetje op rock. Volgens mij hebben we 500 kinderen iets bijgebracht, iets geleerd over muziek en over het samenwerken in de muziek. Dus ik ben een tevreden man hier zo. Het girafje dat maandag werd geboren in Artis heeft zijn eerste stapjes buiten gezet. Eerst aarzelden ze nog, maar even later paradeerden ze langs het publiek. De kleine wilde zich meteen aansluiten bij de groep, maar dat kan nog niet. Ze moet eerst de weg weten.
Het gaat prima met het girafje, ze drinkt goed. Sail Den Helder is begonnen. Ruim 30 tollships uit 18 landen over de hele wereld zijn de komende dagen in Den Helder te zien. Ook 140 schepen van het Nederlands Varend Erfgoed zijn erbij. De sfeer zit er al goed in. Volgens de bezoekers is het heel gezellig. Gaan we nu 3 verdiepingen omhoog lopen. Op de Hogeschool Rotterdam krijg je korting in de kantine als je de trap neemt. Een ideetje van 3 studenten. En welkom op de 3e. Je moet er heel wat voor over hebben, hè, voor die korting. Ja, inderdaad. Ja, maar het is goed om te weten dat bij elke trap je gelijk weer er iets voor terugkrijgt bijna. Het idee was dat we veel zagen dat mensen constant de lift namen, zelfs voor 1 verdieping. Terwijl mensen gewoon fit genoeg zijn om de trap te nemen. Zodoende zijn mijn collega's aan de slag gaan met het projectje en ben ik er later bijgekomen. En hebben wij dus een puntensysteem bedacht waarbij je met je pasje langs de units die er komen te hangen, die kan je dan scannen en vervolgens krijg je daar punten voor en die kan je inleveren bij de kassa voor korting op gezond eten. De broodjes zijn erg duur hier op school, dus misschien ga ik de krenterige Nederlander uithangen. Heel veel mensen pakken de lift terwijl het eigenlijk maar 3 etages lopen is. Dus. Stiekem, jijzelf? Ik neem altijd de trap. Nee, echt. En ik bedoel, een beetje arme student, die kan die paar cent korting wel gebruiken. Ja, zeker. Nou, gewoon elke student denk ik wel, eerlijk gezegd. Misschien wel 1000 motorfans stonden in een snikhete garage in Nieuw-Leuzen te wachten op een handtekening van hun idool. De regerend wereldkampioen in de MotoGP, Marc Marquez. 4 fans mochten hun idool exclusief spreken in een meet and greet. Zenuwslopend. Ik heb even niks te zeggen op dit moment. Te zenuwachtig. Ja, echt. Weet je wat je gaat doen eigenlijk als je hem zo ziet? Want ik kan me voorstellen, je komt natuurlijk voor nummer 93. Dat is Marc Marquez, zijn broertje is er ook, hè? Ja. Maar weet je wat je gaat doen zometeen? Nee, ik denk dat ik gewoon dichtklap. Heb jij een openingszin? Nee, ik zeg gewoon welkom naar Nederland en succes met de race. En dan gaan we vragen stellen, denk ik. Hi. 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 Hello. Hi. I want to give you something. I'm going to win this race. This race? Yes. Yeah. Of course we will try, we will try. We will try. Als de tranen gedroogd zijn, is het tijd om wat cadeautjes uit te kiezen. Daarna was er een ontmoeting met de andere fans in de hal. Hello, hello everybody. We hope a good weather like today, that it's hot and warm like in Spain. But of course, we will try to have a great weekend. Hoe lang heb je moeten wachten? We hebben 3 uur staanwacht hier. En waar kom je vandaan? Erm. Was leuk? Ja. Ja, was leuk. Ja, nee, het was echt de moeite waard. Het was wel lang wachten, maar zeker leuk. Zeker. Hoe lang heb je hier gestaan in het stand? Nou, ja, we waren hier om 1 uur of 3. En toen was het nog vrij rustig, dus we konden mooi vooraan aansluiten. Nou ja, en uiteindelijk met een mooi resultaat weer naar huis.